ben in het Hol van de Leeuw, namelijk bij de campingzender. En dat doe je niet voor je plezier, maar ze presenteren hier vandaag hun spiksplinternieuwe programma So You Wanna Be a Popstar. Een soort Idols of X-Factor, maar dan met B-sterren. En dat levert nou eenmaal veel media-aandacht op. Binnenkort bij SBS6 presenteren Lance en Gerard de nieuwe amusementshow van 2007. So You Wanna Be a Popstar. Ja, daar is hij. Meneer Hilbrand Nawijk, 58 jaar en politicus. Geef me een applaus. Hilbrand, nou was het dan niet zo goed gesteld met je imago. Wat doe je nou? Wat dan? Ja, ik vind dat je weer wat anders moet gaan doen in je leven. Nou ja, daar ben ik nu mee begonnen. En je wil wel serieus genomen blijven verder altijd? Absoluut, maar ik weet dat heel veel mensen mij wel heel serieus opnemen. Maar ja, hoge bomen vangen soms veel wind. Maar dan moet je tegen kunnen in het vak. En een hoge boom gaat meedoen aan So You Wanna Be a Popstar. Waarom? Nou, ik zing graag. En toen ze vroegen of ik mee wou doen, toen dacht ik, nou, dat is nou een kans om nog eens wat meer met zingen te doen. Ik heb het altijd heel graag gewild. Er is nooit van gekomen. Hoe is Doremi Faso? Ja, ik mag niet zingen van SBS6, dus dat is het probleem. Waarom niet? Dus men wil het allemaal wachten tot 16 maart, want dan kan iedereen het zien. Victor, de campingzender gaat wat nieuws doen. Aha, heerlijk toch? Wat is het? We gaan op zoek naar het nieuwe zangtalent onder de BN'ers. En dat ben ik niet, voordat je dat gaat vragen. Nee? Nee. Jij kan niet zingen? Nou, ik kan een beetje toon houden, maar zingen is een groot woord. Doe eens. Nee. Toon houden? Nee. Waarom niet? Dat zie je de 16e wel. Nee, een voorproefje. Nee, ik ben gek. Nee, doe ik eerst. Ja, nou, dat is helemaal niet gek. Slaagt voor die stemmen. Dat is helemaal niet gek. Nu een wijntje? Nee hoor. Heb nee, je nog raadsvergadering zo? Nee, ik ga autorijden en met autorijden, dat drink ik niet. Faya. 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 Mag ik even? Nou ja. Jongen. Sterrenlures. Ja, nee, even sms'en. Dat ik in ieder geval niet de eerste ronde uitlig. Maar het zijn internetters. Dit zijn internetters. Ja, nou en? Internetten dus. Via internet kan stemmen. Via internet ook? Ja, weet je, ik ben zo'n nerd in die dingen. Kan het via internet ook, echt waar? Ja, sorry hoor. Hier staat eigenlijk al de popster, want je had al een hit. Ja, dat is een hit. Een carnaval City. Nou ja. Erik. Oh, dat is wel geinig. Hulzebos. Ja, alleen maar dat, hè. Ah, ik moet nou een niveautje horen, denk ik hoor. Dus dan ben ik benieuwd naar ze gaan. Ga je ook zo zingen als je praat? Ja. Lekker onverstaanbaar? Ja. Ja. Jij denkt van de zwakte maken we de kracht? Ja, en dat kan hè. Bij sommigen werkt dat heel goed. Okay. Had je niet gedacht hè? Nee. Nou, ik wens jou veel succes. Dit ja, was. Dit is mij ook succes. Ja, oké. Nou, dit was de presentatie van So You Wanna Be a Popster. Kun jij dan nog eventjes één keer zeggen op z'n Erik Hulzebos dat iedereen moet kijken? Nou, 16 maart iedereen. Ik weet niet goed hoe laat, maar 16 maart. SBS6. Ik wil Nawijn graag horen zingen. Nee, de campingzender. Ik wil de campingzender? Of een camping? SBS6, wat is dat? Dat is SBS6. Nee, de campingzender. Heet dat zo? Oh ja, nou, dat kan. Nog één keer, promootje. 16 maart allemaal kijken naar SBS6. Nee, de campingzender. Ja, dat ken ik niet. Ken ik niet. We gaan erin drinken.